Beste inwoners van de gemeente Eersel, ik sta hier aan de achterkant van onze geweldig mooie historische markt. De markt waar ieder jaar de avondvierdaagse wordt georganiseerd. Zo'n organisatie gaat niet vanzelf. Daar heb je veel vrijwilligers voor nodig en sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan 4 dagen, 3 routes uitzetten, beschrijven en controleren. Denk aan het vele fruit en de drankjes die door onze sponsoren worden geschonken. Het is een evenement waarbij gezondheid en gezelligheid samengaan. Gezondheid natuurlijk door de beweging en gezelligheid door het gezellig kletsen onderweg. Wat ben ik trots op de vele vrijwilligers die hier een bijdrage aan leveren. En ik heb ook begrepen dat dit jaar voor het eerst veel jeugd van 14 tot 18 jaar daar ook een bijdrage aan levert. Hierdoor wordt onze verbondenheid, gezelligheid en vriendschap in ons dorp bevorderd. Om dit te kunnen organiseren zijn wij in september bij elkaar gekomen voor de eerste keer. En dan gaan we kijken van hoe gaan we het doen, moeten we dingetjes veranderen. Vanaf dat moment wordt de commissie gevormd. Daarna gaan wij kijken van hebben we nog vrijwilligers die willen helpen. Daarmee moet je denken aan de route maken, de route controleren, nog een keer controleren. Daarna nog mensen zoeken die willen uitpeilen, want het is niet vervelend om te verdwalen. Daarnaast hebben wij een stuk veiligheid hoog in het vaandel staan. Dranghekken dat de kinderen niet, het veld, niet de straat op kunnen. Alles afgezet. Ook die wordt gehaald. Gelukkig hebben wij door de jaren heen een aantal vrijwilligers zien groeien. En nu is het zelfs mooi dat de jongste kinderen die vroeger meeliepen, nu een warming-up geven, draaien of helpen met sjouwen. Daardoor zie je dat het gewoon leeft in Eersel. Eerst liep ik altijd mee met een wandelvraagje en dit is mijn eerste jaar dat ik je nou mee help. Om iedereen te zorgen dat iedereen kan wandelen. Ja, er zijn wel een paar kinderen hier die ook al vanaf kleins af aan al meeliepen en nu ook meehelpen om dit te organiseren. Ik knip alle kaartjes als ze binnenkomen of als ze gaan wandelen, zodat ze bij kunnen houden waar ze al zijn. En wij als commissie vinden het heel fijn om te zien dat er zo'n warm hart gedragen wordt aan dit evenement. We merken het ook aan alle inschrijvingen, een stuk meer. Het leeft gewoon, mensen vinden het leuk. En dan komt er een pizzadeur. Dit is de boekkeuze en dit is de balans. En dit zijn de. Nou, dit is dus het beginsaldo, dit zijn de ontvangsten, dit zijn alle uitgaven. Dan heb je een verschil van 2380 euro. En dat komt ook omdat we even eenmalig gekregen hebben van de gemeente. We hadden meer uitgaven gepland dan we hebben gedaan. Ja. Ben je daar aan spreken? Ja.
Wij zijn deze mooie spandoek aan het ophangen. We zijn deze banners aan dit hek aan het vast aan het maken voor de sponsoren. Waar maak je hem vast? In dat hoekje. In Steensel, de marktkamer wees te halen bij de Stichting Bus. Die gaan we nou mooi opzetten hier. Nou, ik ben Bastiaan, help veel mee met de avondvierdaagse. Achter de schermen vooral, want er moet best veel gebeuren als vrijwilligers ook achter de schermpjes. Voordat de avondvierdaagse zover is. Ze moeten een hoop organiseren. Dus ik hou vooral de websites bij, ik hou social media bij. We maken de mooie flyers en de startkaarten met z'n allen. We ontwerpen de sponsorbanners. We schrijven de sponsoren ook aan, want er zijn een hoop sponsoren lokaal die de avondvierdaagse steunen. Je moet ook altijd eventjes lekker contact mee houden. En tijdens de avondvierdaagse, voorafgaand aan het evenement, zo'n 2, 3, 4 uurtjes vooraf, iedere dag, dan zijn we druk bezig met het opbouwen van de avondvierdaagse. Dus dan slepen we hier heel de geluidsinstallatie weer naartoe. Alle pijlen, alle posten, dan gaan we fruit ophalen, zodat we dat kunnen gaan rondbrengen. En dan zijn we allemaal met een man of 5, 6 iedere dag mee bezig vanaf een uurtje of 2, 3. Tot het om 5 uur gaat starten. En dan gaan we lekker lopen en achteraf moeten we datzelfde ook weer doen om het af te breken, iedere dag. En daar zijn we 5 dagen mee bezig. En tussendoor proberen we nog van allerlei helpende handjes te regelen die ons daarbij nog komen helpen. Dus we hebben een vast kerntje en daarna nog een heleboel vrijwilligers. Nou, de jeugd die af en toe komt helpen met in de mascotte pakken en van alles leuks doen. We hebben een jeugd-dj tegenwoordig die het geluid verzorgt. En zo proberen we langs alle kanten de jeugd ook bij te betrekken om vooral de toekomst van de avondvierdaagse lekker rustig te laten verlopen en langzaam over te geven aan anderen. Zodat wij over 5 jaar hier mooi zitten toe te kijken naar een fantastisch evenement met een hoop vrijwilligers waar wij de aanzet toe hebben gegeven. Ik sta hier als vrijwilliger al een paar avonden te werken, te helpen eigenlijk, want werken kan ik het niet noemen. Mijn taak vanavond is het begeleiden van onze Stappie, de mascotte van de Vierdaagse. Het is natuurlijk heel erg leuk dat we die hebben en ook fijn om die te mogen begeleiden. Het is best een beetje belangrijk, want de kinderen zijn soms te enthousiast, willen Stappie heel graag knuffelen, high-fiven. En ze komen ook wel eens te dichtbij. De staart is heel erg aantrekkelijk om eraan te voelen. En soms gaat dat een beetje te lomp. Dus moeten we even zorgen dat het pakje dat Stappie gewoon wel heel blijft. Zodat hij nog heel lang mee kan gaan met ons in de Vierdaagse. Want we kunnen niet zonder Stappie natuurlijk. Het grote voorbeeld voor de kinderen. Ja. Ik ben hier niet alleen als vrijwilliger. We staan hier natuurlijk met een enorme club vrijwilligers. En het mooie daarvan is ook dat elk jaar weer opnieuw hetzelfde groep vrijwilligers. Met natuurlijk nieuwe aanhang. En soms vallen er wat weg. Maar dat eigenlijk diezelfde groep hier staat. Er is een soort cohesie. Iedereen die steekt zijn handen uit de mouwen. Ze hoeven maar te bellen. En mensen als ze kunnen. Ze pakken er zelfs vrij voor. Ze staan hier gewoon klaar om iets te organiseren in het dorp. Of dat nu de Vierdaagse is of de carnaval is of een ander evenement. Het blijft eigenlijk altijd wel zo dat er gewoon mensen zijn die zeggen van kom, leuk dat er iets gedaan wordt. Wij gaan ervoor. Wij gaan er met z'n allen iets van maken. En ja, dat is natuurlijk superleuk in zo'n dorp als eerste. En dan houdt het gewoon leefbaar. Ja. De eerste keer dat Jace met de wandelvierdaagse meedeed, vond hij het zo spannend dat ze knuffelmuis mee moest.
En het eerste jaar hebben we zelfs een kaart gekocht voor Muis. Dus die kreeg zijn eigen medaille. En sindsdien is gewoon traditie. Muis moet elke keer mee. Dus zonder Muis gaan wij niet. Toch? Ja, zonder Muis gaan, zonder Muis gaan wij niet. Kom. Je zegt helemaal niks. En we geven de kindjes een appeltje mee, we doen de kaartjes knippen. Ja. En voor de rest doen wij eigenlijk niet, ja, doen wij zo niet zoveel, hè? Hier vandaag niet, maar wel andere dagen heb je weer andere taken die je dan doet. Ja. Ik zou zeggen, vandaag doe ik hier het knippen, morgen misschien wel knippen op de markt. Oh, ja, ja. Het is wel niet zo mooi, hij is heel saai en wit. Maar dan kan er in ieder geval geen meer in komen. Ja, maar de eerste jaren, toen waren wij met twee, drie mensen elke dag bezig om te fotograferen. En dan alles wat we tegenkwamen, of alles wat we wandelden, werd ook op de foto gezet. Stond dezelfde daar op de site. Maar dat is niet meer van deze tijd. Hè? Want de mensen die hebben een mobieltje bij ze, foto willen. En dus ze beperken zich eigenlijk voor reclamemateriaal. Ik ben geïnspireerd geraakt door mijn jongste zoon, omdat zijn kinderen in Bokstel woonden en daar ook meededen aan een soort avondvierdaagse. Toen kwam hier de avondvierdaagse en er stond een oproep van Emilio in de krant. Ik heb meteen gereageerd omdat ik wist hoe leuk de kinderen dit vonden. En ik heb meteen de 2,5 kilometer op me genomen om die te verzinnen, uit te peilen. Als ze gelopen zijn, weer de pijlen op te halen en de tussentijd hier bij de kraampjes op te vullen. En Cor, mijn vriend, die assisteert mij. Ja. Dat is onze rol. Wij zijn vanuit de avondvierdaagse hier de mensen aan het overzetten, zodat ze toch allemaal veilig hun tocht kunnen vervolgen. Het is een druk kruispunt hier, dus dan vinden we het fijn om de mensen over te zetten. Wel even wachten tot deze voorbij is. Oh ja. In de digitale opleiding krijg je alle gebaren die je moet maken. Het overzien van de situaties, zodat je weet wat je doet en waarvoor je hier staat. En dan word je vanuit de gemeente word je aangesteld. Wij zijn hier eigenlijk altijd als EBO's zijn wij gewoon betrokken. En ja, wij doen dat vanuit de kinderfysiotherapie, omdat we toch wel betrokken zijn met de kinderen hier in de omgeving. En wij vinden het eigenlijk super leuk om hier de kinderen zo actief te zien. En dat ze ook lekker actief bezig blijven. En dan is het wel belangrijk dat we daarin ook een steentje bij kunnen bedragen als lokaal bedrijf. Om mensen hierin ook te helpen en te ondersteunen. En als we dan zo de kinderen weer zo vrolijk en allemaal rond zien springen en rennen, geeft toch ook weer energie. En dan maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Wij zijn eigenlijk gewoon gevraagd door de organisatie hier om als zijnde EBO'ers en ook een beetje experts op het gebied van verzwikte enkels of lichte blessures daarin te kunnen ondersteunen. Ik vind het sowieso erg knap dat het hier met zoveel mensen zo geregeld kan worden. Het is eigenlijk een prachtig evenement voor alle mensen hier in Eersel. Op staan en daar zet ik nu de liedje klaar voor de opwarming. Ik heb nu een opwarming playlist en dan zet ik die hierin en dan is het beginnen. En dan heb ik weer even rust. Dan kan ik weer even kijken hoe alle kinderen trekken en gaan. We gaan van 8 naar 7. We gaan van 6 naar 5. We gaan van 4 naar 3 naar 2. Pas, we doen de pas, dat is stap voor stap.
Nou, ik heb geholpen met routes uitzetten, controleren, te zorgen dat iedereen de goede weg loopt. En nou zijn wij hekkensluiter, dus als iedereen vertrokken is, loop ik achteraan en haal de bordjes weer op.